kunnen we best wel volgende week regelen met Peter. Ja. Dat we dan gewoon er ook onder hebben staan dat we af en toe hebben van wilt u meepraten, gebruik de hashtag FMT. Toch Peter? Hij zegt dat het geen probleem is. Ja. Dat is Peter Hazenberg, die verzorgt zoals iedere week hier fantastisch de techniek. Goedenavond, goedemiddag, goedemorgen. Ik weet niet wanneer je kijkt. Maar dit is Topnames. Te gast hebben wij Gert van Assen. Gert, je werkt bij AFAS. Voor ik je bedrijf verkeerd ga omschrijven. Wat doen jullie? Wij zijn softwareleverancier. We leveren standaard software om je bedrijfsprocessen en je automatisering van A tot Z te automatiseren. Om maar even die bewoning te doen. Bedrijfsprocessen, dat kan alles zijn. Alles dat kan, ik heb een winkel en ik wil bijhouden wat mijn voorraad is. We hebben gewoon de bakkertjes, eenmanszaakjes, ZZP'ers. En we hebben een grote concern, waarvan ik de namen niet ga noemen. In Nederland, die ook 5000 medewerkers verlonen. En de bakker die doet in zijn eentje gewoon even de btw-aangifte en zijn baliefactuurtje. En ja, en zijn dat producten die jullie maken of zijn dat meer custom oplossingen voor? Nee, we maken standaard software. Dus okay. Het is voor iedereen bruikbaar. Dus stel jullie zouden met z'n tweeën een onderneming hebben. Maar noemen ze een paar producten die jullie op de markt hebben? Eén product, dat is Profit. Dat is Profit. We hebben één product en het voordeel van is te geïn. Wat doet dat product? Die automatiseert jouw volledige processen intern. Dus het kan zijn het aanmelden van een nieuwe collega. We hebben nu nieuwe functionaliteit sollicitant self-service. Dus ik maak vanuit mijn rol, ik ben manager van het supportcenter. Ik maak een vacature aan in sollicitant self-service. Vervolgens kom jij bij ons op de website www.werkenbijavers.nl. Daar komt mijn net aangemaakte vacature live. Daar kan jij direct op reageren. Daar kan je ook solliciteren met een videosollicitatie. En je krijgt direct de videosollicitatie binnen van Roeland. Die heeft gesolliciteerd op de vacature die ik net zelf heb geplaatst. Dus het is een volledig geautomatiseerd proces. Van het begin tot het eind. Tot ja, zeg maar de aanname weer van Roeland in ons systeem. Waardoor je ook een medewerker wordt aangenomen. Ja, nee, ja, ik heb je net gezien en je hebt wel kwaliteiten. Ja, toch? Ja. Ach man, deze avond kan voor jou maar, heel veel reden. Maar wij betalen je wel in bitcoins. Ja. Nou, daar heb ik wel genoeg van. Dus, ja. Hey, en hoeveel mensen werken bij jullie? AFAS heeft op dit moment 320 fulltime medewerkers in dienst. Jullie afficheren je als een familiebedrijf? Ja. Wat bedoelen jullie daarmee? Want daar wordt nog wel eens wat verschillende interpretaties aan. Het is gewoon fijn, het is een familiebedrijf. Dus eigendom volledig van één familie? Twee families zijn het. Twee families. Familie van der Velde, familie Mars. En ja. Ton en Piet. Of Ton van der Velde en Piet Mars hebben het opgericht in 1996. Het was een management buyout hè? Van Getronics? Vanuit Raad Getronics. Ja. En Ton van der Velde heeft een aantal producten meegenomen. En is samen met Piet Mars AFAS gestart in 96. En dat was toen met plusminus 40 collega's. En inmiddels uitgegroeid tot 320 mensen en 3 vestigingen. Nou, wat merk jij ervan dat het een familiebedrijf is? Dat ik alles weet. Het is heel transparant. En ja, transparant is ook weer een lastig woord, maar om het eenvoudig uit te leggen, wij doen alles bij AFAS met cockpits, dus het is inzichtelijk. Dus op het moment dat ik wil weten hoe sales ervoor staat, dan klik ik nu de sales cockpit open en dan kan ik zien dat Pietje van sales op dit moment 70% van zijn target heeft binnengehaald voor de maand november. Ik kan nog zien wat hij dit jaar of deze maand verwacht te gaan scoren. Ik kan het zien over het hele team. Maar aan de andere kant kan een accountmanager ook zien van, goh, hoe doet Gert het op support? Wat is zijn tevredenheid? Hoe beoordelen klanten hem? Via de klantportal en via de telefoon. Dus alles is inzichtelijk. En een leuk voorbeeld om te noemen is, omdat we zo transparant zijn, onze schoonmaakster Betty, die stapt de lift in en onze salesdirecteur die staat ook in de lift. En Betty zegt tegen Leo, wacht eventjes, hou even de lift vast, dus loop naar binnen. En Leo zegt, alles goed Betty? Ja. En Betty zegt van, ja, hoe gaat het met jou Leo? Want ik zie dat jij je target nog niet hebt gehaald deze maand. Maar en ik denk dat dat wel kenmerkend is voor een familiebedrijf of een transparant bedrijf. Dat het doel, iedereen heeft hetzelfde doel. En of je nou schoonmaakster bent, of je bent supportmanager, of je bent accountmanager. Iedereen weet wat AFAS wil bereiken. En we doen het met z'n allen. En omdat je het heel inzichtelijk heeft, is zelfs Betty zeg maar getergd en ermee bezig dat dat sales zijn omzet gaat halen. Omdat wij ook weer de medewerkers laten meedelen in de winst die wij maken als bedrijf. En als je met z'n allen hetzelfde doel nastreeft en dat met een bepaalde enthousiasme en motivatie doet, dan zie je dat het heel goed kan gaan met een bedrijf in tijden van crisis waar
een goede minimale zijn wij nog steeds dit jaar weer 10% groei gaan realiseren. Hey, iedereen heeft van mee profiteren. Hoe ziet dat er dan uit aan het eind van het jaar? Hoe is dan de verdeelsleutel? Wat heeft Betty eraan dat Leo zijn target gehaald heeft? Nou, wij hebben aan het begin wordt een target neergezet. En op het moment dat wij dat volledig behalen, gaat 10% van het resultaat gaat naar een winstpot. En die winstpot wordt volledig verdeeld over de medewerkers. En die verdeelsleutel hebben wij vastgelegd middels beoordelingssysteem. Dat is A, B, C of D. A is, je doet het niet goed. En D is, zeg maar, je moet stoppen met werken, want zo'n jaar draai je nooit meer. En daar hangt ook weer een verdeelsleutel aan op basis van je rol. In hoeverre je vervangbaar bent binnen het bedrijf. Dus Betty heeft het eigenlijk moeilijk, want Betty is makkelijker vervangbaar dan die goede salesman. Het is wat andere kant van transparantie is dat je alles van elkaar het weet. Is heel en helder. Ook de verschillen van elkaar weet. Ik weet nog, 2 jaar geleden is het heel helder gepresenteerd in het café bij ons. 1 keer in de maand hebben we officieel café. En daar worden de cijfers bekendgemaakt. Dan hebben we ook de Avonds Goed Nieuws Show. Dan is Bas van der Veld, die krijgt input van alle medewerkers. Dus als je een leuk nieuwtje hebt, maakt niet uit van support of de schoonmaakafdeling. Dan stuur je een mailtje naar Bas en als hij het interessant vindt, behandelt hij al die Goed Nieuws Show in het theater. En toen is het ook bekendgemaakt dat wij een winstdeling gaan doen. Dus heel helder gezegd, oké, welke functies in welke categorieën zitten. Heel open, heel transparant. Je kan er ook geen discussie over krijgen. En er is ook goed uitgelegd waarom bepaalde functies in een bepaalde waarderingsniveau zitten. Hey, AFAS kocht destijds Juno. Ja. Dat was een soort persoonlijk huishoudboekje. Mm-hmm. En dat exporteren jullie nog steeds. Het heet nu, geloof ik, Kasboek. AFAS Personal. AFAS Personal. Wat was het idee om dat over te nemen destijds? Want het is toch wat anders dan het product wat je net beschreef. Hè? Dus de software om een bedrijf eigenlijk te runnen. Dat is wel leuk. Vanmiddag nog even het persbericht erbij gezocht. Het was begin oktober 2011. En dan gaf onze CEO Bas van der Veld aan dat wij het met name over hebben genomen om de integratie verder te bewerkstelligen tussen de consumer en de business. En hoe zien we dat nu terug? Wat dit jaar feitelijk is gemaakt. Dat ik nu in mijn AFAS Personal automatisch iedere maand mijn loonstrook vanuit Profit krijg. Profit is ons business-to-business product. En AFAS Personal business-to-consumer. En die proberen we nu met elkaar te verweven. Waardoor ons bereik groter is. En wij dus ook weer een extraatje geven. Want stel, je hebt een groot bedrijf. En jij doet de loonstroken vanuit Profit aanleveren bij je medewerkers. Dan kan je dus ook zeggen, jongens, wij als bedrijf gaan AFAS Personal aanbieden aan onze medewerkers. Omdat wij het ook belangrijk vinden vanuit het maatschappelijk oogpunt dat men hun financiën, persoonlijke financiën op orde hebben. En wij hebben direct een integratie met de loonstroken. Dus ik als medewerker krijg direct mijn loonstrook iedere maand in AFAS Personal. Nou, hoe handig wil je het hebben? Hey, welke, daarover gesproken, in de tijd dat ik Juno probeerde, was mijn grote frustratie dat die lag niet aan de Juno kant, maar die lag aan de bankenkant. Ja. Dat je niet automatisch al die spullen erin gelezen kreeg. Ik werd er helemaal gek van. Ja, dan zou ik er heel veel aan hebben, zeg maar. Weet je, met het gevoel, je moest toch zelf weer handelingen. Verandert dat al? Is dat al anders geworden? Is het makkelijker bij de banken? Hebben ze al zogenoemde API's om informatie makkelijk in te lezen? Nee, het is nog geen automaatje. Je moet nog steeds wel inloggen op Personal en SNS. Ja. Oh, die zie jij in beeld. Ja. Peter ziet mijn bril in beeld. Ja. Kan ik ook, hoor. Nee, je moet nog steeds inloggen bij Personal en bij de bank om die integratie te bewerkstelligen. Ik weet wel dat destijds Kevin Vogels is in de uitzending geweest. Ja. Die is er heel druk mee bezig, ook op hoog niveau binnen de banken. Maar wij zien wel dat er een moment nabij is dat die knop omgaat. Ja, ik merk het zelf. Ik heb een rekening bij Knap. Ja. Die bieden natuurlijk ook best wel geavanceerde systemen voor je personal banking en analyse toedoen. Maar dan moet je echt nog steeds een Excelletje vanuit je ING-rekening exporteren. Ja. En die weer importeren. Weet je, op geen enkele manier kun je die dingen nog koppelen. Nee, je moet op het moment dat het eenvoudiger wordt gemaakt, en dat is natuurlijk wel weer lastig. En hetzelfde natuurlijk ook met het verhaal van de bitcoins. Het heeft alles ook met vertrouwen te maken. En op het moment dat de banken gaan accepteren als zijn, hey, dit is vertrouwd, zelfs de bitcoins. Dan zal de vraag ook alleen maar gaan stijgen en mensen het ook eenvoudig gaan gebruiken. En dat is met alles. Dat zagen we ook bij onze cloud-oplossing, waar we mee gestart zijn. Ja, iedereen denkt, in één keer, al mijn gegevens zijn in de cloud. En ja, vertrouwen moet je winnen bij de klanten. En dat is door
wat wij merken, gewoon door heel transparant te zijn. Wat gebeurt er met die gegevens? Hoe gaan we met de veiligheid om? We hebben toen ook met klanten zijn we naar ons datacenter geweest. We hebben laten zien hoe we zaken hebben beveiligd. En denk op die manier dat je, ja, dat heeft tijd nodig. En nu zie je dat het dat ruim, we gaan nu richting de helft van onze klanten die gewoon op de cloud oplossing gaan werken. Thomas van der Weert zegt, AFAS kocht destijds nog Juno, hebben we net over gehad inderdaad. By the way, mijn vrije dagen zit ook in profit, of jij ze niet even kan ophogen. Ophogen? Nou ja, als die wat bitcoins overmaakt naar mijn wallet, dan... Dan komt het bij jou. Als wel ook Rick ten Wolde, ik weet niet of die bij een bank werkt. Nee, bij Juno. Die heeft bij Juno. Die heeft bij AFAS Personal. Dat is mijn collega. Die werkt bij jullie. Oké, die zegt de banken kunnen wel, willen alleen nog niet, maar het gaat wel veranderen. Europese wetgeving. Auto sync is coming. Ja. Ja. Nou, lijkt mij dat is echt mijn grote irritatie. Ja, ik vind die financiële dienstverlening van de banken echt dramatisch. Nou, hoe laagdrempelig het wordt, des te interessanter het is. Want het, ja, het is super leuk om te zien wat je uitgeeft in een maand en wat je kan besparen en waar je bepaalde zaken laat liggen. Hey, jullie zeggen van we zijn softwareleverancier. En je zegt niet we zijn softwareleverancier om dit of dat of dat te doen. Dus zit daar een grens aan? Kan het zo zijn dat Betty behoefte heeft aan een nieuwe app volgende week en dat ze die in de Goed Nieuws Show als een idee inbrengt en dat jullie eraan gaan werken? Of zeggen jullie echt van onze focus is, hier begint het en daar stopt het? Nee. Leuk dat je het vraagt. Ik heb jullie de boeken gegeven. Ja. Het boek is geschreven door de oprichters, ondernemingsprocesbeheer. En daarin staat eigenlijk geschreven hoe wij naar processen kijken binnen een bedrijf en hoe je dat het beste kan automatiseren. En er staat een case in over AFAS. En als we dan gaan kijken qua input, we hebben algemene doelstellingen, we hebben een missie en die zat vanaf het begin van de opzet van het bedrijf is hetzelfde. En zoals wij het mooi uitleggen, we zitten zeg maar op een rails, die is altijd hetzelfde. Alleen de ene keer gaan we wat harder dan normaliter. En de input van de medewerkers, tenminste dat ik zie ook bij mijn afdeling, ook binnen het bedrijf, als je een goed idee hebt, dan staat het bedrijf daar altijd open voor. En dat is denk ik ook de kracht dat je snel kunt groeien als bedrijf. Doordat het niet over verschillende lagen hoeft te gaan. We hebben een hele platte organisatie. Ik doe ook soms dingen zonder overleg. En 9 van de 10 keer gaat het goed. En soms gaat het fout. En op het moment dat je van je fouten leert, weet je, je wordt ook niet meteen afgestraft. Weet je, bij ons wordt het eerder aangejuicht of toegejuicht, ja, ja, dan dat je wordt afgeremd. Wij zeggen altijd bij AFAS, je kan beter om vergeving vragen dan om toestemming. Ja. En ik denk dat het ook wel de kracht is van onze onderneming. Dat je mensen niet moet remmen in de creativiteit. Ja, Johan Schaap die was net nog eventjes met, aan het praten met iemand anders. Ik weet niet, wat zei hij ook weer? met Johan Voets. Maar dat... Oh, met Johan Voets. Maakt niet uit, dat maar hij is wakker. Hij vraagt, waarom beginnen jullie zelf geen bank bij AFAS? Dan bepaal je zelf de mate van innovatie. Nou, misschien kunnen wij wel een soort bitcoinbank gaan beginnen. Dit zijn, weet je, en dat is ook wel AFAS het bedrijf. Nou, ik zeg niet dat we natuurlijk gaan doen, maar dit zijn wel hele interessante dingen waar AFAS voor je open voor staat. En om te gaan kijken, wat zijn de mogelijkheden? En niets is AFAS te gek, alleen wij kijken wel altijd echt, jongens, wat hoort en wat past bij ons. Hè? We hebben ook een partnernetwerk. Zoals wij maken geen kassakoppelingen of barcodescanners. Wij hebben hele knappe partners die daarin gespecialiseerd zijn. Dus wij focussen ons wel sec op onze software. En we zien met name nu de groei in inside en outside. Dat is een intranet oplossing en een website oplossing. Dus klanten van ons kunnen zelf een eigen website bouwen vanuit onze software. En dat proberen we zo simpel mogelijk te doen. Met een geïntegreerde oplossing. En dat is denk ik ons grote voordeel. Dat, vroeger had je natuurlijk best of breed. En je had, financieel had je van een bepaalde leverancier payrolling en je CRM-database weer ergens anders. Het moest allemaal gekoppeld worden. Iemand ging updaten en je wist niet waar het lek zat. Nou, bij ons, omdat het zo sterk met elkaar communiceert, heb je alles in één product. Maar ja, ander verhaal wat je dan natuurlijk hoort. Al iets wat alles in één is, of is van alles niks? Ja. Nou ja, het is vooral een goede lock-in. Nou ja, het is het voordeel. Ons product is kwalitatief. En omdat we zeg maar een standaard oplossing hebben, we maken ook geen maatwerk. En dus stel je bent bij ons klant en je wil maatwerk hebben, dan gaan we daarna kijken van is er toegevoegde waarde ook voor jouw buurman die ook met Profit werkt. En heeft er toegevoegde waarde, dan gaan we het bouwen. Dus we gaan het niet klantgericht bouwen, wij bouwen het voor al onze klanten. Het moet toegevoegde waarde zijn voor onze software en de processen verder brengen. En dat zei ik net ook tegen Rutger van Bitcoin, dat
Hij zei, we willen zoveel mogelijk automatiseren. En ik zei ook, is het interessant voor AFAS, bij wijze van spreken, of voor zijn kleine ondernemers, om een softwareproduct te laten aanschaffen via bitcoins? En dat je het hele proces gaat automatiseren en alles in de digitale wereld doet. Ja, dat is wel iets wat AFAS heerlijk lijkt. En waarom sponsoren jullie AZ? Ligt hier een beetje gevoelig natuurlijk. Ja, jullie zijn supporter van? Nee hoor. Ik ben voor Feyenoord. Ja, een mooie wedstrijd gehad van het weekend. Ik ben de laatste afscheidswedstrijd van Koemelijn. Dat is mijn laatste voetbalwedstrijd geweest. Tegen Paraguay. 1-0 verloren. Anderhalf uur in de regen. Wij zijn natuurlijk een bedrijf dat heel veel met sport doen. Wij, vooral als we kijken lokaal, sponsoren wij nagenoeg alle verenigingen binnen Leuzen. Omdat wij heel veel belangrijk vinden om maatschappelijk betrokken te zijn bij de plaats waar wij gevestigd zijn. Hoort dat ook wat meer bij een familiebedrijf misschien? Dat je zo in de regio dat soort dingen doet? Ja, wij zeggen ook vanuit marketing is ook gezegd, wij doen eigenlijk, alles wordt geaccordeerd binnen Leusden qua sponsoring. En dat wordt natuurlijk wel kritisch bekeken. Maar daarbuiten, dan nagenoeg hoef je het niet eens te proberen. Oké, nou dan beginnen wij binnenkort. Een vestiging in Leusden. Ja, een vestiging in Leusden. Peter, iedere dinsdagavond reizen wij af naar Leusden. We verhuizen. Nou, bijzonder aan jullie is, jullie vinden het ook heel belangrijk op je site om uit te leggen dat het een bijzonder bedrijf is. Hè? Dus die trots is kennelijk heel duidelijk aanwezig. Je zei net al, een van de dingen is, het is transparant. Binnen het bedrijf kan iedereen van alles weten. Er zijn weinig tussenlagen. Ander ding is, denk ik, je komt hier met twee boeken. Hè? Een bedrijf dat boeken uitbrengt. Maar als je op de site kijkt, vind je ook AFAS, staat er AFAS TV. Ja. Waarom is media voor jullie belangrijk? Was dat een hobby van de oprichters? Nee, het is geen hobby. Het is zo gegroeid en men wil graag, wat ik al zeg, we zijn heel transparant. Dat zijn we ook in het jaarverslag. We willen graag delen. We zijn ook niet bekrompen, zeg maar, wat we tonen op de website, op AFAS TV. Of als je kijkt naar onze videotraining, ook op YouTube. Daar zie je ook ons product. En wij weten, we hebben een kwalitatief goed product. Daar zijn we heel open en eerlijk in. En we willen graag door onze kennis en kunde te delen, dat anderen er ook weer gebruik van kunnen maken. En anders word je dus, als we dit al niet zouden doen en je zou alles binnen kamers houden, dan ben je ook niet transparant. En dan moet je ook niet zeggen dat je transparant bent als bedrijf. Hey, Marco Derks, die zegt, laat hem wat meer vertellen over een bijzondere interne cultuur. Theater, sportschool, kantine, posters op de toiletten. Vertel daar eens wat meer over, want het niet. Dat is wel leuk. Via Marco ben ik ook hier terechtgekomen. En Marco is 2 jaar geleden bij AFAS geweest. Ik heb me daar een rondleiding gegeven en hem een webcare presentatie gegeven. Dus hoe wij als bedrijf webcare uitvoeren en hoe we tegen social media aankijken. Toen zei hij een hartstikke mooie presentatie. En toen zei hij ook, het meest bijzondere eigenlijk wat je net allemaal hebt laten zien. Hè, je komt bij ons binnen in het pand, dan hebben we geen receptionisten meer zitten. Je meldt je aan bij een digitale zuil. Dus Annette, Babette, Fred of Ted. Ja. Dus ik had Marco aangemeld in het systeem. En op het moment dat hij zich aanmeldt, krijg ik automatisch een sms'je, een e-mailtje en met de foto erbij. En op het moment dat ik naar beneden loop, en zoals nu afgelopen 3 weken ontvangen wij ruim 7000 gasten. Vanwege onze inspraaksessies met klanten. Wat een inspraaksessies? Ja, kom, met als je, mag ik daar zo op terugkomen? Ja, even de cultuur. En op het moment dat ik naar beneden loop, en er staan heel veel gasten, en ik zie direct, dat is Marco. Dat is krachtig, je loopt meteen naar je gast toe. De ontvangst is helder. 'S Ochtends wordt een verse appeltaart gebakken. Kussensleiders die staan de mensen te woord voor de kussens lokalen. We hebben een eigen inpannig theater voor 300 mensen. Wat doe je daarin? Daar doen we sowieso 1 keer in de maand officieel café. Daar zitten we met alle medewerkers binnen. En onze collega's vanuit Curaçao kijken live mee via de videostream, zoals de kijkers nu meekijken. Daarnaast hebben we een eigen sportschool. We hebben een eigen restaurant, dat heet Bits & Bytes. We hebben een eigen facilitaire afdeling, dus een eigen keuken. We zijn niet afhankelijk van een cateraar. Wij hebben op de toiletten, en dat is ook wat Marco wel onder de indruk was, terwijl wij dat weer normaal vinden, maar op de herentoiletten hangen, als je bij de piesbak staat, dan staan er vrouwen met een meetlatje of met een vergrootglas, of ze staan zo te kijken. Nou, dat zie je ook weer, dat het heel veel gedeeld wordt via social media. En het is leuke publiciteit waar je op een leuke manier op kan inspelen. Nou, op de herentoiletten, dan mag ik op een van de deuren prijken, samen met 2 andere collega's. Dat zijn gewoon leuke, gekke dingen. En wie verzint dat dan? Komt vanuit marketing. Ja. Ja. Want dat is het lastige. Ik denk dat wij het heel goed doen. Want hoe maak je saaie software aantrekkelijk?
Hoe word je als bedrijf aantrekkelijk? En nu de Avers Tennis Classics komen eraan, daar zijn we druk mee bezig. Daar zijn we druk bezig met webcare. We hebben een aantal jaren business class gedaan. We zijn nu hoofdsponsor van AZ. We doen veel met het Avers Circus Theater in Scheveningen. En dat proberen ook allemaal weer met elkaar te linken met de klanten die we hebben of prospects. En dan nodigen we ze uit bij het Circus Theater of we doen daar weer een sessie bij de Avers Tennis Classics. Dus probeer het zo laagdrempelig te houden. Dit is een heel open en transparant bedrijf. Hey, waarom doen jullie zoveel? Want als je kijkt naar internationale, als je zegt van nou ja, wij kiezen ervoor om software te maken die geen maatwerk is. Dus je kan bij ons alleen zeg maar, standaard oplossingen kun je bij ons nemen. Als ik bij 37 Signals ga kijken, die Basecamp, Hi-Rise, et cetera maken. Die maken gewoon software. Voor de rest werken ze, doen ze de vierdaagse werkweek. En schrijven ze boekjes over hoe ze zo leuk remote werken. Maar ze doen helemaal niks voor hun klanten eigenlijk. Nee. Kan het niet zonder? Jullie maken, als je gewoon goede software maakt die de mensen helpt. Moet je dan AZ sponsoren? Moet je dan zo'n theater in Scheveningen hebben? Wij vinden van wel. Ik denk dat met name dat de kracht van ons is de binding en met onze klanten. En wij willen graag vrienden zijn met onze klanten. Je moet niet zomaar... Wij creëren de emotie bij de software. En dat is een positieve emotie. En dat proberen we met z'n allen te doen met heel veel inzet. En inderdaad trots voor het bedrijf. En dat over te dragen op onze klanten. En zo krijg je ook weer ambassadeurs en fans. En dat zie je ook steeds meer in social media. Dat wij vanuit het webcam niet hoeven te reageren. Maar dat klanten al op negatieve uitingen gaan reageren. Of inhaken op bepaalde negatieve discussies op LinkedIn. En ik denk als je zo ver bent als bedrijf, dat je dan al heel ver bent. Ik zie Marco zeggen dat je speciaal voor Stekel, je kan zelf je achtergrond voor je pasje kiezen. Bijvoorbeeld de AZ-variant. Ja, en we hebben ook Chef Dozen. Ik ben geen AZ-fan, even voor de duidelijkheid. Dat hoef je mij niet te vertellen. Nee, hij vertelde vandaag, dus doe hem zo'n pasje. Want hij was vandaag of gisteren mocht hij bij PSV... een verhaaltje houden, kreeg hij een shirt met een stekel op zijn rug of zijn borst. Of maar je bent voor? Welke club? Ja. Niet voor PSV? Er is maar één club? Nee, ook niet voor PSV. Nee, er is maar één club in Nederland, toch? Die echt goed. Oké. Okay. Ja. Fijn. Ik weet niet welke club. Ik ga het niet zeggen. je bent vast voor Ajax. Hij gaat naar de fiets naartoe. Okay. Ja, hij gaat naar de fiets naartoe. Hey, ja. Als je dat in het begin zei, hè, want dat transparante, maar zoals je het aangaf, was dat heel erg doelgericht, hè? Bedrijfsmatig gericht. Je hebt je target gehaald en je hebt dit en dat. Zit er ook nog andere elementen in waarvan je vindt dat jullie bijzonder zijn? Dat dacht ik ook op de heenweg hier. Daar zei je van de week helpt erover, hè? We gaan het over innovatie hebben. Maar ik denk dat innovatie bij ons is door hele simpele dingen goed te doen. En hè, dat is dat ik bijvoorbeeld een maand van tevoren krijg ik al een signaal in mijn intranet, in mijn insight, dat Erwin Blom, het is 5 jaar getrouwd is. Wij noemen het een beetje geautomatiseerde spontaniteit. Maar het is wel heel belangrijk. Als iemand dan 's ochtends binnenkomt, al de slingers klaar hebben hangen of al een taart hebben geregeld. Voor je collega's doe je ja, dat? Ja, voor je collega's. En dat is ook de transparantie. Niet alleen maar op keihard op de harde kant. Maar ook de zachte kant is heel belangrijk. En gisteren wordt er weer een document gedeeld op Insight met alle collega's over een bepaalde collega waar het niet zo goed mee gaat. Van jongens, laten we met z'n allen een kaartje sturen. Weet je, het is echt een bedrijf. En of we nou toen we met 40 man waren of nu met 320 man. We proberen wel dat familiekarakter te houden en dat het wel met z'n allen doen. En je kan natuurlijk niet iedereen meer bij naam noemen. Maar er zijn voor je collega's, dat is heel belangrijk. En dat krijg je ook altijd weer terug. Je ziet uiteindelijk mensen altijd weer sterker terugkomen uit bepaalde situaties, doordat de collega's er zijn voor elkaar. Iets anders, niet qua transparantie, maar misschien wel interessant. We hebben ook een ABBS-systeem. En dat heet AVAS Broodjes Bestelsysteem. Dat bestaat al sinds ik in dienst ben, al 13 jaar. Ja. Maar het is wel leuk. We hadden vroeger een AVAS DOS product nog, heel in de beginnertijd. Dat was daar al. En op een gegeven moment zijn we naar Winners overgegaan. Dus 's ochtends bestel je digitaal je broodjes. En dan hebben ze nu, en sinds 2 weken is de nieuwe versie live. Dan staat er een bordje klaar. En dan kies je een broodje. Dan wordt het broodje op het bordje gelegd. En dan kies je beleg, filet en dan een ei. Klik en dan wordt het opgelegd. En dan heb je een heel dik belegbroodje filet voor €1. En dan bestel je en dan ligt het beneden klaar op jouw kleurbordje. We hebben 4 verschillende kleuren, omdat we zoveel mensen zijn. En dan ligt het ook nog op alfabetische volgorde.
En aan het eind van de maand wordt het automatisch ingehouden van je salaris. En dat zijn van die kleine dingen. En als ik, wij vinden het allemaal normaal. Omdat we het gewend zijn. Maar als je dat dan weer, als mensen over de vloer komen, toen ook met Marco, dan denk ik van ja, dat. En die was zo onder de indruk dat het heel bijzonder is. Ja. Hé, hey, maar Roland vroeg het eerder al, maar dit gaat over meerdere voorbeelden. Hij zegt van wie komt dat dan? Nou, die eerdere voorbeelden gingen over marketing. Maar hoe, weet je, het is, laat ik zo zeggen, het is niet in iedere familie zo, dus ook niet in ieder familiebedrijf, dat de creativiteit hoogtij viert en dat er hele bijzondere dingen gebeuren. Je hebt ook gewoon een onderdeel van de familie zijn. Kan ook gewoon een heel saaie bezigheid zijn. Ja. Ik heb nog een vraag. Nee, ik wil even nog weten, of hij nog één keer, of hij dan nog even wil zeggen van waar, want welke rol speelt die familie of de oprichters, et cetera, bij dit soort elementen, dat DNA van de organisatie? Ik denk heel erg belangrijk. Zij geven het goede voorbeeld. Het staat ook in het boek. Hè. Iedereen binnen het bedrijf wordt geacht met onze software te werken. Nou, in hoeveel bedrijven wordt er software gemaakt die ze zelf niet gebruiken? Het goede voorbeeld wordt van boven gegeven. Een mooi voorbeeld is ook dat wij de bedrijfswaarders, 140 stuks, werd er gekozen vanuit het maatschappelijk verantwoord ondernemerbeleid. Werd er gekozen om naar A en B label te gaan. En nou, de raad van bestuur en directie waren degene als eerste met A en B labels. En dat zijn hele kleine dingen, maar het moet wel van boven komen. En op het moment dat de directie in een dikke D-label auto blijft, zo'n benzinesleur blijft rijden, en er wordt van mij verwacht om in een A of B-label te rijden, dan is dat heel scheef. En als mijn baas tegen mij zegt, Gertje, moet je verlof indienen via ons profitsysteem, onze software, en hij zelf doet dat niet, of hij kan me niet uitleggen hoe het werkt, dan denk ik van ja, maar als jij het niet weet, waarvoor moet ik het dan wel weten? Ja. En nou, dat is wel iets wat echt bij ons heel belangrijk is. Ja, goed voorbeeld. Goed nou, de eerste vraag is Edwin, die gelukkig mee blijft denken en mij eraan herinnert dat je nog terug zou komen op die inloopdagen voor je klanten. Eens. Dus even kort, wat is dat? Je had vandaag inloopdagen? Of nou, begin van het jaar hebben wij inspraaksessies. Inspraaksessies? Inspraaksessies, ja. Dan nodigen we alle klanten uit per groep. Hè. We hebben een HRM-onderdeel, we hebben logistiek. Dan nodigen we daar de klanten uit, die kunnen zich daarop inschrijven via de klantportal. En dan wordt er gevraagd van jongens, wij willen deze kant op, wat vinden jullie? Klanten geven dan de input tijdens de inspraaksessies begin van het jaar. En nu in november, in 2 weken tijd, hebben we 8 sessies waarin we weer de klanten zich kunnen inschrijven en dan laten wij zien wat wij met de input hebben gedaan van de klanten. Dus wij laten een kijkje in de keuken van de software van de toekomst en wat we nu al hebben gemaakt voor de nieuwste versie die net gereleased is, waar onder andere bijvoorbeeld sollicitant self-service in zit. Oké, ook nog een vraag van Jochem Kolen. Die zegt, qua grootte zijn jullie AFAS een paar keer Dunbar's number. De bekende wet dat je boven de 150 eigenlijk een organisatie heel moeilijk kunt managen. Ja. En hij vraagt, met welke structuur houden jullie die organisatie van jullie zo persoonlijk? Hoe doe je dat? Openheid, eerlijkheid. Dan komen we weer terug op die transparantie. Ik weet waarvoor ik hard werk en waarvoor ik. Maar goed, er komt er op een gegeven moment bereikt een organisatie in grootte dat je simpelweg mensen niet meer kent bij een voornaam. Het wordt onpersoonlijk. Per definitie. Weet je wel, je weet niet meer. De afdeling marketing, ja, dat is de afdeling marketing en dat is niet meer. Piet, André of Annelies wil jou aanschapen. Ja. Hoe heten ze bij marketing? Alle personen. Ja, want je zegt al die andere mensen hebben namen. En hij zegt maar bij de afdeling marketing. Hoe heten ze? Piet, André, Anne? Martijn, Rick, Sander, Laura, Israël. Maar ja, jij zit ook al meer dan 15 jaar bij. 13 jaar, ruim 13 jaar. 12,5 had je juist, laatste jubileum. Ja. Zag ik op je blog. Ja. Ja. Nee, maar het is heel moeilijk. Maar qua namen kan je denk ik ook niet iedereen meer kennen. Alleen het belangrijkste is, doordat je zoveel mogelijk blijft delen vanuit je afdeling. Als ik kijk naar mijn afdeling, is het belangrijk dat ik de afdeling blijf inlichten. En het leuke is, we hebben ook iedere vrijdag officieus café. En er is zeg maar vrij om de microfoon te pakken en om iets van jou te delen. Dus een supportmedewerker van mijn afdeling kan prima de microfoon pakken. Er zitten meestal 100 man binnen en die gaat dan iets leuks delen. Het is gewoon openbaar. Iedereen wil het gewoon laagdrempelig houden. We hebben iedere vrijdagmiddag café. Lekker met iedereen en directie. Iedereen bij elkaar. En dan drinken we een biertje of een frisje met elkaar. Een bitterballetje. En dan wordt de week ook even officieus gedeeld. Naast ook het officiële moment 1 keer in de maand. Wat doen mensen dat dan? Blijven die dat doen? Ja. Wat zeggen ze dan? Want ik had een telefoontje van die en die klant. En het was. Nee, we hebben op de callers gaan we bijvoorbeeld om 4 uur dicht. En om 4:15 gaat de bar open beneden.
Dus van 4 tot 4:15 kunnen wij onze incidenten netjes afronden. En om 4:15 gaan wij naar beneden. En daarin geef ik en mijn procesleiders ook weer het goede voorbeeld. En daar is ook weer het goede voorbeeld gegeven. Ja, nou vind ik het wel interessant, hè? Want we hebben laatst ook een uitzending gemaakt over een familiebedrijf. Dat was denk ik de aanleiding waar we over nu kwamen te spreken. Een van de AGO-VB. AGO, een van de grootste schoonmaakbedrijven. Ja, de grootste in Nederland. Eigenlijk, vertelt is een bedrijf wat naar alle moderne maatstaven niet meer voldoet aan wat gangbaar is. Kijk, er wordt tegenwoordig wel eens gezegd van de gemiddelde persoon van jouw leeftijd in Amerika die wisselt elke 3,7 jaar van baan. Mm-hmm. Jij zit al 13 jaar bij één werkgever. Ja. Wat maakt jullie bedrijf zo anders dat mensen zoals jij, je bent nog hartstikke jong, want je zit daar waarschijnlijk dan vanaf je 19e, dat jij daar gewoon al 13 jaar zit? Ik kan me dat namelijk ook niet voorstellen. Ja, sowieso. Het is een goed bedrijf. Het geeft je de potentie om te groeien. De ruimte om te groeien. De vrijheid. Ja, tot zover alle, alleen maar positieve, noemen we het marketing en PR-praatjes. Het kan toch nooit alleen maar positief zijn. Ja, ik vind het. Het klinkt ook allemaal heel soft. Ja. Ja, ik vind het te veel om te zeggen, maar het is echt zo. En ik zou haast zeggen, kom een keer langs. Ik laat het je graag zien, maar het is wat dat betreft is het ook een gek bedrijf. En ik denk ook wel dat Marco dat heeft ervaren en dat hij daarom ook continu, dat hij vaak terugkomt bij AFAS. Wij doen dingen in Leusden die, wat jij zegt, als dat conform de maatstaven niet mogelijk zou zijn, dat doen wij wel. En je bent afwijkend, dat is wat ik zeg. Toen is het mogelijk. Ons thema voor dit jaar? Ja, maar veel van die dingen die je noemt ook weer niet natuurlijk. Hè. De voorhoede van bedrijven is transparant, zeg maar. Hè. Voorhoede van bedrijven doet aan open innovatie. Bij jullie ook. Dus je hebt eigenlijk die twee verschillende kanten, zou je kunnen zeggen. Maar ik zoek naar, weet je, want wij hebben blijkbaar allebei wel iets met die familiebedrijven. Ja, wie komt er volgende week? Weet je, daar zit innovatie in, er zit vaak een soort van lange termijn. Er zit snelheid in. Er zit vaak ook een lange termijn visie in. Varia hebben we ook gehad. Die natuurlijk ontbreekt bij bedrijven die door private equity in de lucht worden gehouden. Waar je ziet dat eigenlijk alles korte termijn focus is. Dus natuurlijk is het bijzonder, maar wij proberen die vinger erachter te krijgen wat het dan meer is dan alleen gezellig met elkaar appeltaart bakken en slingers ophangen. Ja. Want dat spreekt er ook een beetje uit. En dan moeten we om 4:15 allemaal naar beneden omdat we ook nog eens een keer gezellig een biertje moeten drinken met de baas. Ja, het is met name delen. Wat is daar nou leuk aan? Ja. Weet je? Ik bedoel, wat zit daar nog onder? Ik denk ook gewoon de waardering voor wat je doet en de kans om fouten te maken. Ja, het klinkt ook inderdaad misschien heel soft, maar het is gewoon een heel simpel open bedrijf. We maken ondernemen niet moeilijker dan dat het is. En dat is ook weer de visie, zo'n boek. Hè, wij noemen het de AFAS-bijbel. Hier zit heel helder in. Onze visie is heel helder. Hoeveel bedrijven wijken niet ieder jaar eraf? Beleidsdagen. We hebben wel beleidsdagen, maar beleid bepalen we niet één keer op één moment in het jaar. We hebben afgelopen 1 september hebben we ons nieuw prijsbeleid hebben live gebracht. Op basis van de beweging in de markt. En omdat we zien waar bepaalde kansen liggen en wat we anders en beter kunnen doen. Dan kunnen wij wachten tot weer onze beleidsdagen zijn. Maar en dat is denk ik ook weer het voordeel als familiebedrijf. Wij schakelen direct. Het wordt direct gedeeld met het hele bedrijf tijdens het officiële café. Waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt omtrent het nieuwe prijsbeleid. En welke kant we op willen. En wat we zien in de markt en waarom wij bepaalde keuzes hebben gemaakt. Nou, in heel veel bedrijven hoor je dat pas 1,5 jaar later als het jaarverslag uitkomt. Nou, bij ons ook weer de kracht. In de tweede week van januari is ons jaarverslag klaar. Innovatief, wij doen het niet meer op papier. We hebben een eigen website, jaarverslag.avonds.nl. Daar kan je de jaarverslagen downloaden. Heel helder, heel simpel. En met onze eigen software. Dus we geven ook het goede voorbeeld om met onze eigen software. Kan je gewoon heel krachtig ondernemen. Ik wil even één vraagje. Jij hebt het niet bedacht hoor. Maar nee. dat ondernemingsprocesbeheer. Weet je, dan zit je een verhaal te vertellen over een leuke organisatie. Waar veel kan, losjes, et cetera. En dan komen jullie naar voren met het begrip OPB 2.0. Ja. Een proces moet in processen vastliggen en het moet beheerd worden. Ja. Dat is toch een begrip, daar moet je even wat van zeggen. Op de volgende borrel moet je zeggen, van dit begrip moeten we af. Ja, ik hoop dat ze kijken en ik zal ze zeker even het filmpje doorsturen. Maar
als jullie het gaan lezen en laat weten via... Ik ga het niet zeggen, want het is gewoon een super interessant en leuk en heel laagdrempelig boek. Wij zeggen alles bij AMI, je moet ook Jip en Janneke taal, dat staat ook in het boek. Je moet dingen niet moeilijker maken dan het is. Krijg je het boek als je in dienst komt? Is dat als je een nieuw personeel? Is dat sowieso. Ja? Dat is wel leuk. Bij mijn afdeling, werving en selectie, voor support... Komt iemand binnen die spreekt met onze personeelsfunctionaris. We hebben 1 personeelsfunctionaris op 320 fulltimers. Daarna komt hij in gesprek met mij. Op het moment dat het positief is, dan stuur ik hem naar huis en neemt hij deze 2 boeken mee. Dan mag hij een halve dag op stage komen. Dan heeft hij een gesprek met de schrijver van dit boek, dus mijn directeur Herman Zondag. En dan wordt gekeken... Eventjes voor u, dat is het boek van Spaghetti naar Asperges, recepten voor slimmer organiseren. Ja, dat is eigenlijk... Dit is de theorie. En hier hebben wij... klantvoorbeelden hoe het in de praktijk kan gaan. En dat is ook weer de kracht van Avonds Transparant. Hier staan niet alleen maar Hosanna-verhalen in. Hier staan ook voorbeelden in van klanten... waarin we dingen gewoon niet goed hebben gedaan... en we ook weer van hebben geleerd... en zaken nu hebben aangepast in de bron. Ja, dus dan heb je die heb je mee. Dus krijgen die mensen mee. Dus de stage hebben ze mee. Gelopen. En uiteindelijk komen zij, als alles positief is... komen zij de laatste stap in het sollicitatieproces. Moeten ze een auditie geven bij ons in het theater. Een presentatie voor een jury. Voor de directie, management, mijn persoon. En de toekomstige collega's. En daarin wordt gekeken... wat is het verhaal van de persoon die bij Avonds komt werken. En in hoeverre... begrijpt hij hetgeen wat in de boeken zijn beschreven en is dat verweven in zijn presentatie. Niet zozeer om het te benoemen, maar wel door het in zijn presentatie mee te laten gaan. En zo krijgen we ook een goed beeld op of die persoon begrijpt wat de visie is van AFAS. Of hij dat kan spiegelen op zijn eigen kennis en kunde en zijn vaardigheden. En met zijn enthousiasme. Wij nemen liever iemand aan met een hoge EQ en een accu, zoals we het noemen, dan iemand met een heel hoog IQ. Want uiteindelijk, op het moment dat je graag wil en je bent gemotiveerd, dan komt de rest ook wel. Nou, je krijgt veel complimenten. En de groep van mensen die op Twitter een dagje naar Leusden wil om bij jullie op bezoek te komen, groeit. Als zij een keer Leusden willen komen, ze mogen met twitteren. Ik kan niet anders zeggen dan dat blijkbaar je goed hebt overgebracht dat AFAS een bijzonder bedrijf is. Nee, daarom. Dus wij verhuizen ook naar Leusden. Nou, als jullie een keer een uitzending bij ons in het theater zouden willen doen... Vind ik dat doen we okay. Dat sowieso. Dat doen dan we heel graag. Dan hebben we het aanbod accepteren. Ja, dan zijn jullie welkom. Ja, doen we heel graag. En dan, we hebben geen palm op de tap, maar gewoon lekker Heineken. Dat is ook goed. Helemaal goed. Dat denk ik wel. Hey, hartstikke leuk. Maar geweldig. Gaan het lezen. Graag. Zeker voor die tijd moeten we het gelezen hebben. Want dan moeten we echt de diepte in als we theater heen gaan. Ja, heb je andere voorbeelden? Hè? Want ik wel. Ja, wij zijn iedere keer zeer geïnspireerd door dit soort voorbeelden van die bedrijven waarvan je denkt van tot vandaag wist ik niet dat ik zou willen gaan werken. Maar laat mij schoonmaken bij Hago, laat maar software werken. Nou, ik niet hoor, want als ik om 16:45 naar de borrel moet, dat stuit mij al zo tegen de borst. Ik ben heel erg tegen moeten. Maar de enige uitzondering die ik zou willen maken is als ik naar de borrel moet. Nou ja, dat vind ik 16:45. Waarom zou dat niet kunnen dan? Ja. Dan brengen we dat gewoon in de groep, want daar hebben ze een systeem voor waar je ideeën kwijt kan. Als je genoeg stemmen binnenhaalt, schat ik in dat we een goede kans maken. Moet jij wel op het podium uitleggen waarom het belangrijk is en goed is voor het bedrijf. Nou. Ja, alleen dat al. Oké. Okay. Heel ontzettend bedankt. Mooi verhaal. Bedankt voor het kijken. En naar topnames te danken Streamzilla, die ervoor zorgde dat de stream bij je thuis kwam. En... dit zou als een van de laatste uitzendingen uit Amsterdam kunnen zijn. We gaan naar Leusden. Dankjewel. Dag.